We zijn hier vandaag met Dries. Dus u kent Jurgen Konings. Ja. Heeft u schrik van Jurgen Konings of niet? Persoonlijk niet, hè? Wat vindt u van Jurgen Konings? Vindt u dat zijn daden of acties goed zijn? Of? Maar hij heeft toch niets gedaan, hè? Hij heeft gewoon niets meegenomen. En, vindt u dat hij zich moet aangeven aan de politie? Of? Ik denk dat er nog wel veel aan gaat. Jurgen Konings die had zo een paar vrienden van mij zitten bij het leger, dat een psychologische test heeft gelegd, waardoor hij niet meer geschikt was als militair. Hij heeft misschien maar bij het magazijn gezet, maar nu heeft hij allemaal die meegenomen. Maar het is een beetje vreemd dat ze voor één persoon zoveel mensen oproepen, zelfs Duitsland, als het maar één kerel is met een paar raketten. Dus ik denk dat er nog misschien wel meer mensen bij betrokken zijn. Maar denk u dat er iets is dat Jurgen weet dat niet naar buiten komt? Ik weet het niet, denk ik. Oké, hoe denkt u dat deze situatie gaat aflopen? Gaat Jurgen dood of gaat hij eerst een paar aanslagen plegen voordat hij wordt opgepakt? Er zijn drie mogelijkheden. Oftewel waait het gewoon over en binnen normaal praat niemand hier meer over. Mm-hmm. Oftewel wordt hij opgepakt en hij weet helemaal niet wat er was of wat er is gebeurd. Oftewel gaat er inderdaad iets gebeuren. Maar ik denk dat de laatste optie het minst waarschijnlijk is. Oké, dank u wel. Suzanne, vandaag met? Suzanne. Dus kent u Jurgen Konings? Ik heb erover gehoord, ja. Oké, dus u weet dat hij een militair is die is ontsnapt en nu op zoek is. Bent u bang? Heeft u schrik van Jurgen Konings? Nee, ik heb er geen schrik van, nee. Wat vindt u van zijn acties? Denkt u dat hij moet opgepakt worden of staat u achter Jurgen Konings? Want er zijn hele mensen die er nu achter zijn. Ik denk dat wapens nooit een oplossing is, voor niks niet. Ik kan begrijpen waarom die... Ja, gek is geworden. Omdat zijn moeilijke tijden. En hoe denkt u dat deze situatie zal aflopen? Zal hij opgepakt worden of zal hij eerst een aanslag krijgen? Nee, ik denk dat hij opgepakt wordt, maar ik weet niet of hij dan nog leeft. Oké, ja. Dat is zo.